Oké, we hebben net even de auto gewassen. Dus ik ga even een banaan eten. En dan gaan we even een broodje halen. En dan gaan we lunchen. Een hele goede morgen. Het is weekend vandaag. En ik dacht, misschien is het wel leuk als ik jullie een weekendje meeneem wat ik in het weekend eet. In plaats van wat ik door de week eet. Want dan eet ik net even iets anders dan door de week. Ik dacht, misschien is het wel leuk om te laten zien hoe dat er dan uitziet. Het is nu zaterdagochtend 9 uur. En ik ga beginnen met... Uiteraard weer mijn standaard Chocomel Light. En ik gebruik daar nog steeds deze voor. Dat is het, zoals jullie zien, minder suiker in. Dit zijn de voedingswaarden. Dus ik neem gewoon een beker, dat is ongeveer 200-220 milliliter. En kijk eens wat een schattig potje dit is. En mijn poesjes. En dan nemen we een rijstwafel. Met een beetje pindakaas. Het ziet er niet meer zo lekker uit, want ik zit op de bodem van mijn pot. En ik gebruik deze pindakaas van de Appie, want dan is er geen rotzooi aan toegevoegd. En dan gaan we er nog een beetje hagelslag erbij sprinkelen. Zo, nou dat was het. En daarvoor gebruik ik deze. Wel puur, want ook daarin zit minder suiker. Nou, inmiddels is het 11 uur, dus we gaan even een bakje koffie nemen. En ik drink mijn koffie zonder suiker, maar wel met twee zoekjes. En cafeïnevrij deze keer. En met volle melk. En inmiddels zijn we weer een half uur verder. En ik heb er helemaal geen trek in, maar we moeten toch eten. Dus... gaat een eitje in. En dan hebben we dat ook weer binnen. Het is heel erg belangrijk dat je gewoon genoeg eet. En zeker regelmatig eet. Want ik heb heel erg last van mijn bloedsuiker. Dat schommelt heel erg. En de ene keer is het heel laag. Zonder dat ik het eigenlijk al door heb. Dus eigenlijk elk uur, twee uur, eet ik wel iets. Ook als ik geen trek heb. Dus we gaan hem nou voor. Oké, we hebben net even de auto gewassen. Dus ik ga even een banaan eten. En dan gaan we even een broodje halen. En dan gaan we lunchen. Goed, lunches. Kijk, lunches, ja. Oh, ja hoor, hoppa. Het is trouwens 10 voor 1. Het is wel handig als ik dat er even bij wil. En dan zo bijna op. Nou, inmiddels is het 14:15 en ik ben weer thuis. En we gaan nu een lekker broodje eten met brie. Het zit nog meer op peer en een beetje honing. En dan zout en peper uit de oven. Dat ziet er lekker uit. Ik ben benieuwd hoe lang ik erover doe. Oké. Zie je, zet je uit, hè? Volgende stop. Avondeten. Het is nu 17:30. En wat gaan we eten? Dat ga ik even laten zien. We eten tomatensoep. Een half bakkie. Mijn vrouw heeft een heel bakkie. En focaccia. En een beetje kaas voor door de soep. Maar daar wil ik er wel even bij vermelden. Hè, dat ik eet altijd eerst mijn soep op. En dan pas mijn brood. Want anders is het een dikke dumping. Hè? Ja, jij weet niet wat een dumping is. Nee. Het enige wat ik dump is op de wc. Dus ik ga even lekker eten. Iets smakelijk. En wat gaan we nu eten? Kaasringen. Zagen we bij de Lidl liggen, dacht lekker snacky. Of het lekker is, ik heb geen idee. Maar het is nu 9:15. Dus ik kan er denk ik 2 op. En dan houdt het wel op. Dus we hebben ze even in de airfryer gedaan. Niet. Kaas loopt eruit, zie je? Oh, En een, wat was het voor sausje? Ketchup of zo. Paprika saus of zoiets. Eeuw, niet met je vinger. Oh ja,
Dus en voor de meeste mensen die kunnen dit niet verdragen omdat het te vet is. Maar als ik er één of twee eet, dan gaat het goed. Ja, de rest mag jij opeten. Bereid. Een hele goede morgen. Het is inmiddels zondagochtend, 9:30. Gisteren na die kaasdingen heb ik eigenlijk niks meer gegeten, want ik was echt zo misselijk ervan. Dus ja, ik ben gewoon naar bed gegaan daarna en nu is het zondag. Dus we gaan nu weer ontbijten met het standaard chocomel en een pindakaas rijstwafel. Maar ik heb nu een kleintje, dat zijn deze. De bio rijstwafels van de Lidl, die zijn in zulke pakjes verpakt. Dus dat is echt ideaal als je niet heel veel trek hebt of even snel een tussendoortje ofzo. Dus ik ga even een klein ontbijtje nemen en dan zometeen even wat meer eten. Maar daar heb ik in ieder geval iets over, een beetje last van mijn maag ook. Want dat broodje gisteren, ik dacht dat het alleen paprika en tomaat was. Maar er zaten de chilipepers op ofzo. Of, ik weet niet wat het was, maar heel mijn maag stond in de fik. Dus ik heb nu een beetje last van mijn maag. Nou, het is inmiddels 11:45. En een dumping rijker. Want het rijstwafeltje van vanmorgen ging niet helemaal goed. We gaan nou een soort van tosti met ei in elkaar planten. Dus ik ben benieuwd of het lukt. Ik ga het zo wel even het resultaat zien. Oké, het is gelukt. Het is echt een mooi broodje geworden. Ik heb maar de helft gedaan hoor, want het waren 4 eieren, een plakje kaas en de staart van mijn kat. Kipfilet. En kipfilet, 2 plakjes gerookte kipfilet en 2 boterhammen. En 2 speldboterhammen. En we hebben dan nog een bakje koffie, dus we gaan even lunchen. Volgens mij wil Beep ook, hè? Wil jij ook? Wil jij ook eten? Wil je de wijn niet? Ja hoor. De zondagsoek. Volgende stop. Tomatensoepje met kaas. En ik heb even wraps heb ik even in de pan een beetje gebakken met olijfolie. Ja, gooi maar in. Ja, meer. Ja, dat is even voor de show. Het regent kaas. En de wrappies. En het is inmiddels 2:00. Het is lekker luie zondag. MotoGP kijken en zo. Maar we gaan nou Netflixen. Binge. Beter. Nou, inmiddels is het 6:10. En we gaan avondeten. En wat hebben we? Ik zal het even laten zien. Doperwten met wortels. Een Jäger gratin. En een vegetarische Toscaanse hupplepup van de Lidl. Alles van de Lidl. Dus ik weet niet of ik dit helemaal opkrijg. Maar we gaan het zien. En dat soepje was trouwens ook echt niet zo heel erg geslaagd. Want ik heb misschien 10 hapjes op. Toen was het weer klaar. Toen werd ik weer misselijk. Ik heb echt een beetje last van mijn maag vandaag van een broodje van gisteren. Nou, inmiddels zijn we een paar dagen verder. Ik voelde me echt niet lekker en ik had echt heel erg last van mijn maag, dus ik heb ook niks meer gegeten daarna. Dus ik ben ook eerlijk gezegd een beetje vergeten om het af te sluiten. Nu had ik een ideetje. Vinden jullie het leuk als ik mijn vriendin 1 dag mee laat eten, dus qua porties en precies hetzelfde eigenlijk wat ik eet? Gewoon 1 dagje en dan kijken hoe zij erop reageert en hoe zij dat ervaart. Dus laat even onder je reacties achter of jullie dat een leuk idee vinden. En dan gaan we dat voor jullie opnemen. Alsjeblieft weer even een duimpje omhoog. En daar abonneren. En dan zie ik jullie snel weer.